Salut, je suis Anne-Sophie. Guten Tag, ich bin Sien. Hi, I'm Wouter. En wij werken hier in het Flanders Fields Museum in de Lagerhallen in Ieper. En waarom net in dit gebouw? Wel, omdat het een heel belangrijke plek is om over het verhaal van de Eerste Wereldoorlog na te denken. De lakenhallen stonden er in de Eerste Wereldoorlog namelijk niet meer en werden erna steen voor steen heropgebouwd. En in dit gebouw brengen wij het verhaal van Wereldoorlog 1. Een verlies waar oorlog eigenlijk om draait, wordt hier zo tastbaar. In ons museum ontdek je het ruime verhaal van die oorlog in de wereld en hoe die oorlog uitgroeide tot een echte wereldoorlog. Daarnaast is het verhaal van Ieper en de streek en de mensen die erin moesten leven minstens even belangrijk. En wij zijn de educatieve dienst van het museum. De WUK. De Tiswadde. De educatieve dienst, dat wil zeggen dat wij het complexe verhaal van de oorlog op een eenvoudige manier proberen uit te leggen aan jullie. En daarom maken we vanaf nu af en toe een vlog, om zo beter met jullie te kunnen communiceren. We gaan die publiceren via onze Facebookpagina en online zetten op onze website van het Flanders Field Museum. En zo hopen jullie hier te mogen begroeten op onze werkplek. Zoals je kunt zien is het een heel groot museum. We tonen jullie wapens en uniformen, maar zeker ook nodige foto's en persoonlijke brieven. Het verhaal van Wereldoorlog 1 heb je bij ons in het museum kunnen leren kennen, maar daarna nemen we jullie ook mee naar buiten, want het verhaal ligt letterlijk voor het schrijven. Er zijn tal van littekens in het landschap nog aanwezig. Je hebt bomkraters, monumenten, loopgraven, begraafplaatsen en op die plekken willen we jullie naartoe brengen om het verhaal van wat zich 100 jaar geleden heeft afgespeeld zo tastbaar mogelijk te maken. Wij willen graag blijven vertellen wat er hier 100 jaar geleden gebeurde. Als wij erover blijven praten, dan kunnen jullie het misschien ook verder vertellen en blijven de herinneringen levend. En misschien gaan mensen zo inzien dat een oorlog eigenlijk enkel om verlies draait. Tot heel binnenkort. Binnenkort.